Goedenavond, welkom bij een nieuwe aflevering van Focus. Het programma waar het accent gelegd wordt op de activiteiten die voor u van belang zijn. Vandaag in Focus. Guyana Suriname Private Sector Council maakt opwachting bij president Santokki. Hulp bieden bij calamiteiten is primaire verantwoordelijkheid overheid. Minister Amoksi noemt criminaliteitsbeheersing prioriteit regering. Raad van Coöperatie Wezen informeert leden over microfinanciering Trustbank Amana. En DNV ruim 100 veiligheidsfunctionarissen rijker. De Guyana-Suriname Private Sector Business Council heeft haar opwachting gemaakt bij president Chandrika Persat Santokki. Het betrof een kennismakingsbezoek op woensdag 16 maart 2022. De Business Council vloeit voort uit een Memorandum of Understanding, getekend tussen de Private Sector Commission Guyana en de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven. Deze organisaties worden voorgezeten door respectievelijk Brian Rente en Paul Xiong. Sector Commission of Guyana, but Mr. Brian is the chairman for the Guyana Suriname Business Council for the first 6 months, and then the next 6 months I'll be the chairperson. From day one, the Guyana Business Council didn't start when we signed the memorandum. I came across here, I think, when Vice President Jagdeo was here with that delegation. I met with Mr. Rentin. And we discussed setting up the Guyana Suriname Business Council, and those were my exact words. And we all agree, we need to work together. There are lots of similarities between our two countries and a lot of the same challenges we face. And if we can work together and put our heads and experience and resources together, there are lots that we can achieve jointly. For both our private sector, Guyana and Suriname, and for both our countries. So this is a win-win situation for us. And that's why we formed this Guyana-Suriname Business Council, because we see lots of benefit for our two. Nou, we hebben kennismakingsbezoek gebracht aan de president. Op 26 januari heeft de Private Sector Commission, dat is de overkoepelende private sectororganisatie van Guyana, en de VSB hebben een MOU getekend voor het instellen van een business council tussen Suriname en Guyana. En de business council is dus nu officieel gestart. Het is een private sector initiatief, maar het vloeit wel voor uit afspraken die de Guyanese president met onze president heeft gemaakt over het betrekken van de private sector bij het gemeenschappelijk ontwikkelen van de beide Guyana's. Dus Dutch Guyana en British Guyana, zoals we het willen noemen, Suriname en Guyana. En dat de private sector daarin een leidende rol moet spelen. Dus het is echt iets recent. Dus de gesprekken om te komen tot deze council, die zijn vorig jaar begonnen. Na het bezoek van de president Santokki aan Guyana. We hebben eerst gesproken over hoe zou die council eruit moeten zien. Wie wordt erin vertegenwoordigd en wat voor onderwerpen gaan we bespreken. Nou, dat heeft uiteindelijk geresulteerd in een MOU. Die is getekend. En vandaag zijn dus onze collega's uit Guyana op bezoek. Ze zijn gisteren aangekomen. Vandaag hebben we onze eerste formele meeting gehad van de council. Tussen dus de Business Council Suriname-Guyana. En we hebben dan ook vandaag het kennismakingsbezoek met de president en wat ministers.
Hulp bieden in geval van calamiteiten is een primaire verantwoordelijkheid van de overheid. Zij wil snel, goed en zo veilig mogelijk met die hulp inkomen. De overstromingen die zich in het binnenland voordoen zijn op dit stuk een grote uitdaging. Minister Krishnakumari Mathura van Defensie zegt dat desondanks de door watersnood getroffenen niet in de steek worden gelaten. Klopt inderdaad dat er heel veel regen is gevallen en heel veel gebieden zijn onder water gelopen. En vanaf het moment dat we de informatie kregen dat gebieden onder water begonnen te lopen, is de regering in actie gekomen. We hebben een onderraad watercrisis. Die raad is onder leiding van de VP bij elkaar gekomen. Eerst is informatie verzamelen om welke gebieden gaat het, om hoeveel mensen gaat het. En voor ons was heel belangrijk de veiligheid van de mensen. Wanneer mensen onder water lopen, dan denk je van hoe breng je mensen in veiligheid? En twee is, welke hulp moet je direct gaan bieden? En de eerste hulp die wij moesten bieden was drinkwater en voedsel, noodhulp bieden, maar de mensen in veiligheid brengen. Dus de onderraad is bij elkaar gekomen, de NCCR is meteen aan het werk gegaan en we hebben, de regering heeft geld vrijgemaakt. In eerste instantie is 1 miljoen direct vrijgemaakt en toen ging het alleen nog om het gebied, het Poesegroene gebied. Dus daar is direct hulp geboden. Er zijn het Nationaal Leger is ingekomen met extra mensen voor NCCR. We hebben onze helikopters ingezet. We hebben onze tonners ingezet om noodhulppakketten te vervoeren, drinkwater te vervoeren. Dus dat is dezelfde week gedaan. Het was de week van 6 maart, 7 maart, 8 maart, 9 maart was dat gebied al voorzien van hulp. Maar niet alleen dat, wat er ook is gebeurd, is dat mensen geëvacueerd zijn. Mensen bijvoorbeeld die medische hulp nodig hadden. Senioren burgers die met de helikopter vluchten terug zijn gevlogen. En baby's die dus hulp nodig hadden, medische hulp, die hebben we teruggebracht. Maar ook bijvoorbeeld installaties die veilig in veiligheid zijn gebracht. Zonnepanelen die in veiligheid moesten worden gebracht. Waterinstallaties die onder water en schade dreigden te krijgen, die zijn in gereedheid gebracht. Medische posten zijn bijvoorbeeld ontruimd en zijn goederen in veiligheid gebracht. Dus dat is één deel. Nou, na een paar dagen bleef regen aanhouden en toen bleek ook dus het Lawa-gebied onder water te lopen. En daar is dus de hulp ook gemobiliseerd. En wij hebben dus een hub gecreëerd eigenlijk op Mungo. We hebben goederen geleverd. En van daaruit zouden dus de dorpen voorzien worden. Maar het bleef natuurlijk bij van eerst veiligheid, dan noodhulp, medische hulp. Dat was onze eerste zorg en dat hebben we gedaan. En daar zijn we nog steeds bezig. Ondertussen hebben we meerdere vergaderingen gehad. De regering heeft op het ministerie van Financiën is er weer vergaderd. Er is extra 6 miljoen beschikbaar gesteld voor NCCR. En zij coördineren verder de hulp in samenwerking met alle andere districten. Dus districtsbestuur is ook erbij betrokken. Traditioneel gezag is erbij betrokken. Dus in die watercrisisteam onder raad van de regering zitten dus verschillende ministers. Hè? De minister van ROS, minister van NH, minister van Justitie, Politie, minister van Defensie, minister van OW, minister van Onderwijs. Dus het is een integraal plan dat we uitvoeren. Criminaliteitsbeheersing is altijd een prioriteit van de regering. Het managementteam dat zij medio februari bij het Korps Politie Suriname heeft ingesteld heeft reeds verschillende maatregelen getroffen om het korps beter en effectiever te laten functioneren. Dit zegt minister Kenneth Amoxie van Justitie en Politie. Hij is op dinsdag 16 maart in het parlement ingegaan op vragen betreffende het criminaliteitsvraagstuk. De afgelopen, laten we zien, op 15 februari heeft de regering bijvoorbeeld een interim management team ingesteld bij het Korps Politie Suriname. En dit team heeft al verschillende maatregelen getroffen om het Korps Politie Suriname beter en effectiever te laten functioneren.
we weten, het is al vaker bekendgemaakt, dat operatie Veilig Suriname ongoing is. We moesten aanschaffingen daarover doen. En die aanschaffingen zijn gedaan. Weliswaar hebben we nog niet alles binnen. Maar de aanschaffingen zijn binnen. En ik krijg ook op regelmatige basis, elke dag, krijg ik rapportages van aanhoudingen. Van oplossingen die worden gebruikt in berovingen, inbraken. En kijk, er zijn structurele maatregelen die getroffen worden, die getroffen zijn. Maar de vruchten daarvan kunnen we niet gelijk plukken. Toch, ze moeten hun uitwerkingen hebben. En we ten aanzien van het manschappen, de uitdaging met betrekking tot manschappen voor KPS, voor KPA, voor de BBS, want het zijn allemaal diensten die ook ondersteunen bij de handhaving van de openbare orde en veiligheid. Er zijn gisteren nog, heb ik bijvoorbeeld bij de BBS recruten beëdigd. Dat gaat ook binnenkort gebeuren bij KPA. En de basispolitieopleiding is gestart. We maken aanstalten om in de verschillende districten de reservepolitie op te leiden om de politie te ondersteunen. We hebben bijvoorbeeld afgelopen week hebben we met het Algemeen Bureau voor de Statistiek gesprekken gevoerd voor samenwerking om de dienst criminele informatievoorzieningen bij de politie te revitaliseren. Zodat de verzameling van cijfers, data, die moet worden ingezet voor een politiegestuurde, informatiegestuurde politie mogelijk te maken. We hebben ook recentelijk met de juridische faculteit van de universiteit overeenkomsten, MOU's gesloten, ten aanzien van een masteropleiding criminologie, wetgeving. We hebben een samenwerking met IDB voor diverse projecten. Gisteren heb ik bijvoorbeeld geïnstalleerd een commissie om te kijken naar de issue van Amber Alert, zodat kinderen die vermist worden op een gestructureerde manier de opsporing van ze kan worden gedaan. Dus het zijn allemaal maatregelen die diepgaand structurele oplossingen moeten brengen. Maar voor de actualiteit is dat de roadblocks nog steeds worden gehouden, elke dag, landelijk. En ook de algehele controles om de verkeershandhaving te garanderen. En andere zaken, overtredingen in het verkeer op de openbare weg aan te pakken. Dus de bestrijding, de criminaliteitshandhaving, beheersing wordt wel gedaan, maar elke inbraak, elke beroving is één te veel. De Raad voor Coöperatiewezen heeft haar leden onlangs geïnformeerd over microfinanciering. Dit is gebeurd door middel van een presentatie op maandag 28 februari jongstleden bij het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken. De Raad van Coöperatiewezen is een organisatie die zich bezighoudt met het opzetten en begeleiden van coöperaties in Suriname. De presentatie had tot doel de leden meer informatie te verschaffen over de microfinancieringsfaciliteit bij Trustbank Amana. RACO-voorzitter Claudette Etnel vindt het belangrijk dat de leden geïnformeerd moeten worden over de mogelijkheden die de bank te bieden heeft aan coöperaties. Clarence Tokromo van de afdeling Microfinance bij Trustbank Amana
gaf aan dat de financiële instelling ernaar streeft om kleine en middelgrote ondernemingen te ontwikkelen, ondersteunen en stimuleren volgens de beginselen van islamitisch bankieren. Het doel is om te zorgen voor duurzame economische groei. De bank biedt financieringsmogelijkheden aan micro-ondernemers die onder andere hun voorraden willen uitbreiden of extra equipment nodig hebben voor meer productie. De microfinancieringen worden aan iedereen verstrekt, in het bijzonder aan landbouwers met een minimale dekking. Het Directoraat Nationale Veiligheid is ruim 100 manschappen rijker. Op donderdag 17 maart zijn 114 nieuwe leden van deze werkarm van het kabinet van de president benoemd en beëdigd tot veiligheidsfunctionaris en buitengewoon agent van politie. Zij werden onder meer toegesproken door president Chandrika Persat Santokhi. U hebt heel lang moeten wachten op dit moment. Door vele factoren buiten uw invloedssfeer. En uw geduld is beproefd. Gelukkig heeft u dit niet ontmoedig of je ervan weerhouden, toch gedisciplineerd en plichtsgetrouw uw krachten te blijven geven aan de dienst, waarvoor onze erkentelijkheid. Uw inzet en loyaliteit zijn niet onopgemerkt gebleven en wordt zeer gewaardeerd. Het zijn deze innerlijke eigenschappen die het persoonlijk succes verbinden met het succes van een organisatie of een bedrijf. Zonder deze eigenschappen komen de trofeeën en medailles voor topsporters, de diploma's voor studenten en maatschappelijke onderscheidingen niet binnen. Veiligheid is nimmer statisch en de uitdagingen zijn uiteenlopend van aard. Van het garanderen van staatsveiligheid tot bescherming van de privacy, van landelijke criminaliteitsbestrijding tot de aanpak van transnationale georganiseerde misdaad, van grensbewaking tot het weren van cyberaanvallen zonder zichtbare grenzen. Zij die de belofte gaan doen, zet uw rechterhand op uw linkerborst en dan zegt u me na, dat beloof ik. En zij die de eed gaan afleggen, die zet hun twee voorste vingers omhoog van de rechterhand en die zeggen mij na, zo waarlijk, help mij, God almachtig. Wees u zich bewust van de bijzondere positie die u inneemt in de samenleving. Levert u een wezenlijke bijdrage aan het professionele laten functioneren van de organisatie. Gaat u zorgvuldig om met de goederen die u zult ontvangen vanwege de dienst, met name het vuurwapen. Gebruikt u het slechts voor het doel waarvoor het is gegeven en komt u ook niet in aanraking met de politie in negatieve zin. Geslaagden, namens het Openbaar Ministerie feliciteer ik u met deze beëdiging en wens u veel succes toe in uw verdere loopbaan. En hierbij wil als regering dat de veiligheid optimaal gegarandeerd moet zijn voor elke burger op het grondgebied van Suriname. Dat de veiligheid gewaarborgd moet zijn voor de totale samenleving. En dat de veiligheid met name de rechtsstaat, het bestuur en de instituten die zorgen voor de invulling hiervan ook gewaarborgd zal moeten zijn. En om dit te kunnen doen, hebben wij professionele veiligheidsdiensten nodig. Integere veiligheidsdiensten, betrouwbare veiligheidsdiensten, goed opgeleide leden van de veiligheidsdiensten. En tegen deze achtergrond hebben we dan opdracht gegeven aan de leden van de regering en de leidinggevende van de verschillende veiligheidsinstituten om te zorgen voor reorganisatie, herstructurering, professionaliseren, maar bovenal het weer integer maken van alle veiligheidsdiensten in Suriname, opdat de samenleving kan rekenen op de veiligheidsdiensten zonder enige vorm van twijfel. En dat de samenleving zich beschermd voelt met de veiligheidsdiensten, maar met name met u als onderdeel van de veiligheidsdiensten.
We zijn gekomen aan het einde van Focus. Bedankt voor uw aandacht. Goedenavond.